Het zijn drie banden en die staan voor drie broers, ik en mijn twee kleine broertjes. Het idee van dat je samen bent en we zijn best wel close met z'n drieën. Dus vandaar dat we iets wilden doen wat er niet is. Dus zoiets. Je bent helemaal terug, toch na een moeilijke voor jou zware periode? Ja, zware periode. Ik heb een stap terug gedaan. Heb ik veel aan mezelf gewerkt, als persoon ook. En ook op voetbalgebied natuurlijk. En dat betaalt zich nu gelukkig weer uit. Wat heb je gedaan? Ik heb hulp gehad van een mental coach. Ik heb veel beelden gekeken, niet per se voetbal, maar naar mezelf. Hoe ik zelf, wat mijn gedrag is en hoe ik gedraag als er bepaalde dingen gebeuren. En dat dus was best wel een, dat is toch wel even in de spiegel kijken. Confronterend. Ja, best wel. En daarom, daar heb ik best wel lang over gedaan. Maar ik ben blij dat ik daar nu die stap heb kunnen maken. Wat komt daar dan uit qua gedrag? Accepteren dat je fouten kan maken, niet meer balen als er iets gebeurt, gewoon positief blijven, ook een stukje mentaliteit is erbij gekomen. Dus alleen maar positieve dingen zijn eruit gekomen. Is een speler met heel veel potentie, je heeft eigenlijk alles als je goed kijkt. Is comfortabel aan de bal, is in duels behoorlijk sterk, goede lengte, goede snelheid. Maar alle potenties en alle kwaliteiten die je hebt, misschien wel de belangrijkste kwaliteit in mijn ogen is wat er hier zit. En maar ook wat er hier zit. En daar heb ik wel wat meer, verlang ik wel wat meer van hem. Maar sommige mensen hebben wat iets langer nodig. Of misschien even een stapje terug om er daarna weer twee of drie vooruit te doen. Ik heb het gevoel dat Thomas dat wel doet. Ja, in het verleden had ik best wel moeite met als er dan iets gebeurde. En dan kon ik me daar niet overheen zetten. Of dan ging er weer een bal fout. En dat is eigenlijk gewoon niet een goede situatie voor het team. En daarom hebben we de stap teruggenomen samen. Om daar nu van te hebben kunnen leren. Ja, niet goed voor het team, maar ook niet goed voor jezelf. En dat gaat nu alleen maar beter dus. Ja, maar als je het met zelf niet goed gaat, dan betekent dat het met het team ook niet goed gaat. En dan, je moet het team in bescherming nemen natuurlijk. Dat is het belangrijkste. Heb je nog altijd steun van die mental coach? Blijf je die gebruiken? Ik heb een jaar lang ben ik daar geweest. En mocht er iets zijn of dat ik dingen heb, dan kan ik altijd bij haar terecht. Dus dat is fijn om te weten. Het helpt jou? Helpt mij wel, ja. Ja. En het is ook niet gek, toch? Ik vind van niet. Het is niet dat ik bij een of andere psycholoog ben en dat ik problemen heb. Het is gewoon om jezelf een nog betere speler te kunnen maken.